Maar ben je echt een trader, een day trader, dan moet jij dit gebruiken. Het is niet een keuze, jij moet dit gebruiken. Dit is ja, je hebt natuurlijk altijd een keuze, maar wil jij winstgevend traden structureel, ja, dan kan je hier niet onderuit. Hey, welkom bij DocuCash. Ik ben Chris. Ik ben Berry en in deze video gaan we het met jullie hebben over tools die je nodig hebt bij het investeren en het daytraden. Allereerst, tools zijn heel handig. Tools maken je leven een heel stuk makkelijker. En we gaan hem in deze video aftrappen met een tool die we zelf ontworpen hebben. Is niet zo heel lastig om te ontwerpen, maar nee, wel heel handig in gebruik. Ja. En daarom switchen we nu gelijk ook naar de website. Op onze website hebben we een nieuw kopje geplaatst samen met Ries. Trading tools. En daar staat hij al, de Bitcoin positie calculator. En dit is gewoon een tool die iedereen die trade nodig heeft. Je moet hem gebruiken. Risk management is heel belangrijk bij het traden. Risk management komt ook heel uitgebreid in ons leerprogramma voor, omdat dit een hele belangrijke factor is bij het traden. De positiegrootte bepalen vinden mensen soms lastig. Ja. Vinden mensen soms moeilijk. En daardoor bestaan er links en rechts heel veel calculators. En daar hebben we nu een calculator voor in onze website geïmplementeerd. Op onze eigen website gewoon lekker. Hoe werkt deze calculator? Wat wij zeggen? Als je gaat traden, ben jij een investeerder? Ben je aan het DCA'en? Weet je, dan is dit niet zo heel erg interessant voor je. Maar ben je echt een trader, een day trader? Dan moet jij dit gebruiken. Het is niet een keuze. Jij moet dit gebruiken. Dit is ja, je hebt natuurlijk altijd een keuze. Maar wil jij winstgevend traden structureel? Ja. Dan kan je hier niet onderuit. Nee, goed. Hoe werkt deze calculator? Het is vrij simpel. Als je je muis over de verschillende dingen heen hovert, zie je ook wat het inhoudt. Hoeveel wens je in te zetten? Nou ja, jij hebt €1000 wat je in wil zetten. Je hebt een risico wat je wil lopen van 1%. Daar staat die standaard op. Laten we daar voor het voorbeeld even 2% van maken. Hoeveel risico in procenten je wilt toepassen op je inzetbedrag. Ja. Dat is wat het is. Ga je long, ga je short. Je instapprijs. Nou, stel, je instapprijs is $9000. Je eerste TP ligt op 9800. Ik geef mijn bek maar gooi op deze manier. En de stoploss staat op strak 89,50. Daar staat je stoploss. En je zegt, bereken, dit is wat er uitkomt. Je kunt met $1000 een positie innemen van 0,4 bitcoin. Je uitstopkosten, als je dus wordt uitgestopt met een stoploss op 89,50, zijn $20. Oftewel, je loopt 2% risico. Je winst bij je TP die je hebt ingevuld is $320. Prima, trade it. En je RR is 16. En het gaat erom natuurlijk dat je wel weet wat dit betekent. En daar gaat dit filmpje niet over. Dus hoe, maar het gaat erom dat je dit moet gebruiken. Ja. Dit hoort bij jouw trainingsplan. Dit is een van de pilaren als jij succesvol wil gaan traden. Dat kan niet anders. Nee, absoluut. En er zijn heel veel calculators. Mensen vragen toch altijd, ja, waar kan ik zo'n ding vinden? Dus waarom maken we er niet zelf een en plaatsen we hem op onze kleine moeite. Dus de positie grote calculator staat gewoon bij ons onder trading tools. We gaan daar de aankomende tijd, we hebben er nog wel wat ideetjes voor. Ja. Gaan we daar nog wat meer dingetjes aan toevoegen waar de mensen ook iets aan hebben? Als de mensen zelf een idee hebben, kunnen ze dat ook aan ons laten weten. Absoluut. Als ze denken van, dit is misschien handig voor trading tools. Laat het dan zeker even weten. Goed, deze was echt puur gericht op het traden. En maar heel belangrijk. En heel belangrijk, inderdaad. Dan hebben we in het volgende kopje CoinGecko staan. Ja, dat doen we altijd zo, hè? Ja, dat doen we altijd zo. Maken we hem lekker donker, vinden wij fijn. CoinGecko is in de basis gewoon een platform waar je alle coins kunt vinden die er te vertreden zijn. Een globale plaats waarbij je alles kan vinden. Waar wordt een coin getraden? Wat is de waarde van een coin? Ja. Hoeveel is die coin gestegen? Hoeveel volume zit er in die coin? Wat is de verhouding van de coinmetrics van een coin? Je kan alles vinden op een website als bijvoorbeeld CoinGecko. Ja, en of je nou CoinGecko gebruikt, dat doe je bijvoorbeeld als je in crypto of in aandelen in crypto zit. Wil jij in aandelen? Ja, dan gebruik je gewoon de IEX bijvoorbeeld. Het zijn gewoon index trackers. Ja. Dus alles wat daar gelist staat, wordt gewoon letterlijk gevolgd. Je hebt natuurlijk wel data nodig. Je moet die cijfertjes weten. Ja. Dat vind je op dit soort verzamelsites.
Voor crypto gebruiken wij vaak CoinGecko, vinden we prettig vinden we zelf prettig werken. Dus zijn er werkelijk echt tientallen. Ja, er zijn er heel veel. Hetzelfde geldt voor IEX. Er zijn er ook meer. Ik vind het een prettig platform als je dat vaak. Dit is meestal zo'n scherm wat je eigenlijk de hele tijd op hebt staan. Als je meerdere schermen hebt, zet je gewoon eens zo'n scherm en dan zie je in één keer, oh, nou, de markt draait een beetje. Ik zie wat cijfertjes veranderen. Ga er gewoon naar kijken. Ik denk dat dit voor elke. Niet alleen voor elke trader, maar ook voor elke investeerder toch wel even must is. Ja, maar dit is de hier basis. Hier open je meestal hier open je dag mee. Ja, ja. Als jij de computer opstart, hier ga je kijken, hier ga je zien wat is er los, hoe, wat is hoe staat de markt erbij. Je kan globaal scannen wat er gebeurd is de afgelopen 24 uur, de afgelopen week. Je kan globaal gewoon even kijken hoe valt. En je zegt, het is een index tracker voor de prijsjes die eraan hangen in procenten, et cetera, et cetera. Maar je kan ook heel makkelijk via dit soort websites dus kijken wat doet een project, wat doet een aandeel, hoe is een aandeel gewaardeerd. Ja. PI-ratio's bijvoorbeeld voor aandelen, voor crypto, de websites waarbij de coins uitgelegd worden, et cetera, et cetera. Je kan hier heel veel informatie vandaan halen en dit is inderdaad de basis waar je gaat beginnen. Ja. Goed, als we het dan hebben over crypto, hebben wij vanuit de community een aanwijzing gekregen op dit soort websites. Dit is gewoon heel erg nice. We zien toch heel vaak dat de mensen zeggen, ja, waar moet ik nou mijn crypto kopen? Wij zeggen altijd dan, ja, koop het liefst überhaupt al bij een Nederlandse partij. Ja. Dat is meestal wel een advies. En uiteindelijk waar je hem dan koopt, meestal maakt het toch niet uit. Wil jij echt de goedkoopste Bitcoin hebben? Of de goedkoopste andere crypto worden hier bijvoorbeeld ook op deze website aangeven. Wederom, er zijn hier meerdere van. Op deze zijn we gewezen. Ik vind dat die prettig werkt. Maar ja, je gaat gewoon vergelijken. Wil je kopen of verkopen? Dat kan allemaal gewoon handig. Het maakt je leven een stukje makkelijker. Je hoeft niet meer al die brokers open te gaan zetten. Nee, en er zit links en rechts zit er een verschil in aankoop, zit er een verschil in verkoop, zit er een verschil in fees. Dat kun je op de website allemaal ook terugvinden en hier berekent hij globaal al. Hij ververst het ook zo te zien automatisch. Ja, elke 80 seconden zie ik daar ongeveer, nou ja, dan wordt het gewoon ververst. Maar je ziet toch dat er wel flink verschillen in zitten. Dus kijk, weet je wat het is? Elk procentje of elke 0,1% is wel. Winst is winst. Is extra waar winst. Het waalt. Is extra winst. Ja. En zeker op grotere bedragen. Ja. Dan telt dat zeker mee. Goed. Last but not least. Dit is de holy grail onder de tools. Dit is de tool. Helemaal voor de traders. Voor de investeerders denk ik ook wel. De investeerders hebben er ook zeker wel baat bij om te kijken globaal. Als je geen trader bent, kan je globaal. Iedereen ziet aan een chart wel of iets hoog of laag staat. Dus, volgens onze methode. Laten we het zeggen, de dope cash methode, dit is onze grote vriend. Dit is de holy grail voor ons. Dit is ons, een timmerman zonder gereedschap kan niks doen. Nee. Een trader zonder TradingView, zonder charting programma, die kan niks. Dus zeker voor de beginnende traders om lekker te gaan oefenen, om lekker te gaan stoeien. Of voor de wat serieuzere mensen die hier altijd mee bezig zijn. Dit is een platform wat je nodig hebt als je gaat traden. Hier begin je gewoon. Je technische analyse, je charts, je overzicht. Je kan zelf hier je indexjes maken, je coins bijhouden. Samengevat, dit zijn gewoon letterlijk de tools. Als jij of jij een investeerder of trader bent, maakt niet uit. Deze tools heb jij echt wel nodig. Als jij serieus te werk wil gaan en jij wil langzaam hier wat rendement mee creëren, wat geld verdienen, dan moet je dit gebruiken. Heel belangrijk. Hoe werkt dat dan, dat hele TradingView? Nou, daar hebben we sowieso een video van op het kanaal. Daar zit een uitgebreide video van hoe TradingView werkt, hoe je de lijntjes trekt, waar je de lijntjes vandaan haalt, hoe je een Fibonacci trekt, hoe je ziet dat je winst hebt gemaakt. Alles zit in de basiscursus die gratis op onze website www.dopiecash.nl staat. Die kost je helemaal niks. En dan krijg je al heel veel informatie uit. Bijvoorbeeld over TradingView en hoe dat helemaal werkt. Ja. Daarnaast is, weet je wat het is? Daarnaast zijn er nog wel extra dingen. Ben jij bijvoorbeeld een aandelenbelegger? Ben jij geïnteresseerd in dividend aandelen? Pak je een dividendagenda erbij. Wil jij andere metrics van crypto erbij hebben? Zijn daar ook nog andere sites van te vinden? Maar dit zijn gewoon de basisdingen die je gewoon echt nodig hebt. Ja, en zelfs met die basisdingen, zoals bijvoorbeeld in IEX, kan je al wel zien hoeveel dividend je krijgt op een aandeel. En kan je al zien hoe de PI-ratio's ervoor staan. IEX is heel uitgebreid en daar zitten heel veel dingen al in. En daarnaast zijn er altijd extra websitejes die je erbij kan openen. Maar in de basis
zijn dit gewoon tools die je altijd gebruikt en die je altijd nodig hebt. De rest zijn extra toevoegingen, maar dit zijn tools die je altijd nodig hebt bij het investeren en bij het daytraden. Ja. Goed, vond je dit weer een toffe video? Druk sowieso even op de duim en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk je op het belletje, krijg je een notificatie als we weer een nieuwe video plaatsen. En onderaan deze video komen uiteindelijk alle linkjes naar dopeycash.nl voor bijvoorbeeld de gratis cursus over onder andere TradingView. Ons Discord kanaal die je vrijblijvend kan joinen voor de gezelligheid. Of een hele serieuze vraag over crypto, traden, aandelen, maakt niet uit. Onze supportlinks, alles staat uiteindelijk onderaan de video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel graag de volgende keer. Later. Later.